weer. Weet je wat voor ons geregeld is? Nou, had ik het zo bedacht dat dit bed is dan van Goedele en mij. En dan kunnen jullie daarnaast gewoon, gewoon daar liggen. Okay. Daar zo. Zo, Goedele heeft er zin in. Ze zal het wel warm hebben. Hoppa, broek uit en genieten. Doen we ook topless eigenlijk, Goedele? Nee, ja. Nee? Waarom niet? Normaal wel, als de camera's er niet bij zijn? Nee, eigenlijk niet. Echt niet? Nee, wit. Ik vind dat eigenlijk wel mooi, zoals stukjes wit. Witte tietjes? Ja. Of tietjes? Ja. Ik vind dat wel mooi. Ja? Ja. Maar dit... Mooier zo dan alles helemaal bruin. Wat passeert hier voor schoon volk? Moet je kijken. Ja, vind je dat mooi? Zo, rustig aan, Goedele. Wat vond jij mooie jongens, Goedele? Ja, dat waren wel mooie jongens, ja. Dat is eigenlijk raar. Door zelf ouder te worden, let je meer op de mooie lijven van mannen dan vroeger. Echt waar, ja? Ja, dat ervaar ik bij mezelf. Ik vind dat heel raar. Maar toch is het zo. We gaan zwemmen, jongens. Jongens, we gaan zwemmen. Ik heb, ja. Boris eventjes opgepept, ja. En die heeft er helemaal zin in. Wat zijn jullie bruin, zeg. Moet je nou mijn benen zien naast zijn arm, weet je? Dat is echt duo Pernotti is dat. Moet je nou toch eens kijken. Boris is een beetje onzeker over zijn witte lichaam. Advocatenleven en politiek leven. Dat zie je in één oog opstaan. Ach, Boris, kan het schelen. Sinds wanneer maken wij ons druk over huidskleur? We zijn al heel dicht bij Boris blijven. Hé, maar Goedele, jij bent in een badpak. Dat had ik ook niet verwacht. Badpak. Waarom niet? Nou ja, ik weet niet. Ik had er wel bikini bij. Ja, nee, die heb ik zelfs niet bij. Ik was net aan het denken, ik zou misschien een kunnen gaan kopen. Straks. Nee, het hoeft niet. Ik vind het hartstikke mooi. Ik vind het hartstikke mooi. Ik had alleen niet verwacht. Iedereen is bruin hier. Behalve Boris. Ik voel me heel naakt. Lekker hoor, zo'n frisse duik. Dat konden we wel gebruiken, na al dat harde werken. Kijk eens wat een lenigheid. Jan Heijn of Goedele? Goedele. Goedele? Nou, dat zeg ik ook over Jan Heijn dan. Of iets over Goedele. En wat wel opvallend was bij dat shot, dat jij meer beweging van boven had. Dus dat is wel iets waar je misschien wat mee moet doen. We gaan het beter in de kop. Nee, dat is niet te kwalijk. Wat een goed shot wordt dit. Altijd hetzelfde met die homo's. Iedereen wil met het meisje douchen. En wie krijgt het weer voor elkaar? Natuurlijk Boris. Even maar gekker worden. Inderdaad, het kan maar niet op. Het blijft maar gekker worden. We moeten koppeltjes maken. Ja. Ik ga met jou, Jan Heijn. Ik heb een beetje schrik van jou.